3, 2, 1. Het is 16.596 euro en 78 cent. Het PNM Oost heeft ruim 16.500 euro opgehaald voor onderzoek naar hersentumoren. Het definitieve eindbedrag werd woensdag bekendgemaakt. Meer dan 16.500 euro. Wat is jouw reactie? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind, ik zeg al, het moment toen was al gaaf. Echt. We hadden een supermooi bedrag. En ik denk met dit bedrag dat we daar behoorlijk wat mooie dingen kunnen bewerkstelligen. En onderzoek zal er altijd zijn, maar ik draag mijn steentje eraan bij door dit bedrag te doneren dadelijk. Tenminste voor 50% naar de Stop Hersentumor Stichting. En ik ben heel erg blij dat gelukt is met ons allen. En trots op inderdaad het resultaat. Dus. Meer dan 16.500 euro. Ja, ik moet zeggen, we zijn heel erg verrast. Ik bedoel, het voorlopige eindbedrag was ruim 10.000 euro. Ja, ik had nooit verwacht dat het nog zo hoog zou oplopen natuurlijk. Het is hartstikke mooi dat we daar dat het nog zo heeft mogen oplopen. En daar kunnen we natuurlijk weer onderzoek voor laten doen. En daar hebben we het voor gedaan. Het geldbedrag is voor Stichting Arjan en Walk for Brains Mijl om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Dagelijks sterven er mensen die getroffen worden door een hersentumor, waarvoor op dit moment nog geen behandeling mogelijk is. Vlak voor kerst stond Omroep PNM een hele week in het teken van de actie. Sjoerd Groothuis, Carla Hermans en Rob van Soest maakten van 16 tot en met 18 december bijna 50 uur lang radio voor het goede doel vanuit een glazen huis op het Raadhuisplein in Panningen. Bezoekers konden een plaatje aanvragen in ruil voor een donatie. Dat gebeurde massaal. Ook ondernemers en scholen kwamen in actie voor het PNM-hoes. Wat is jouw reactie op dit mooie bedrag? Een top resultaat. Ik dacht eigenlijk zelf dat we in de auto, we hebben het er heel even over gehad. Ik zat een beetje aan de 14 te denken, misschien de 15. En dan is het gewoon 16, dik 16,5. Dat is wel heel netjes. Ik denk dat we daar wel met z'n allen, met alle mensen die dat mogelijk hebben, dat we daar toch wel trots op mogen zijn. Ja. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik denk dat we van tevoren al in ieder geval heel blij waren met die ruim 10.000 euro aan het einde van het weekend. En dat er dan zoveel bij mag komen. Ja, is geweldig. Had ik niet verwacht. Nee. Omroep PNM zendt vrijdag een uitgebreide terugblik uit op de actie. Nancy Diedersen blikt dan terug met de goede doelen en andere betrokkenen op het PNM Hoes 2016.